We hebben dus een geweldig zwembad hier buiten staan. Verwarmd en alles. En wat dachten wij bij de allereerste uitzending van Rooftop Radio? Moeten we een Olympische zwemmer in huis halen? Die is er nu. Johan Kenkhuis. Mag ik heel even corrigeren? Nou. Er ligt een zwembad buiten. Ja. Och, hij is zo streng, is, Johan. Dat is een zwembad. Tot aan ongeveer je navel. En ik denk dat we er net in kunnen zwemmen. Je kunt er lang uit ingaan, volgens mij. En onder water. Dat zeker, ja. We gaan het zo doen. Johan, we kennen jou natuurlijk als Olympische zwemmer. Hè? Man die jarenlang tot de top behoorde. Hè? Maar je bent een bedrijf gestart. Ja. Vertel. En dat is een bedrijf dat ons fit moet gaan maken. Ja. Leg eens even uit. Wat is dat? Want... Nou, heel simpel. Ik open een eigen zwembad in Amsterdam. Op een hele mooie locatie. En het is een heel uniek zwembad. Want het is 50 meter lang. Dus het heeft de Olympische lengte. Het is 2 banen breed. En het is zo ingericht dat ik daar echt mensen in kan trainen. Ik kan ze beter maken op technisch vlak, conditioneel, personal training. Het wordt gerund als een sportschool, dus 7 dagen in de week open. Zwemmen en trainen wanneer jij wilt. In plaats van in de publieke zwembaden waar je moet wachten op het uurtje banen zwemmen. Tussen iedereen in zwemmen en iedereen zit je in de weg. Nee, het is echt een zwembad voor ambitieuze banenzwemmers en triatleten die gewoon meer willen. Maar vooral voor topsporters, niet voor mensen zoals Mark. Nee, zeker niet voor topsporters. We hebben wel alleen maar topsporters als coaches aan de kant. Dus mijn oude zwemcoach Fedor Hess, die is ook onze hoofdcoach. Die is op de Olympische Spelen, heeft hij onder andere ook Marleen Veldhuis en heeft ook Inge de Bruin begeleid een tijd. Die heb ik aangesteld als hoofdcoach en we hebben dan nog een heel team van andere coaches die allemaal uit de topzwemmen komen. Die gewoon juist mensen die bijvoorbeeld de borstcrawl eindelijk eens een keer willen leren, die kunnen bij ons trainen, want we doen allemaal borstcrawl trainingen. Maar ook triatleten die heel fanatiek zijn, die gewoon net even wat meer begeleiding willen. Is je idee ook een beetje ingegeven aan het feit dat we zo verschrikkelijk teleur hebben gesteld op die laatste Olympische Spelen als zwemmers zijn? Dat je een beetje moet trainen, de mensen, dat ze weer kunnen. Nou, iemand die bij ons wel regelmatig workshops gaat geven, is Femke Heemskerk. Dus topzwemster van nu. En die heb ik gestrikt om bij mij maandelijks voor onze members echt speciale workshops te gaan geven. Zodat onze leden ook de kans krijgen om met echte topzwemmers samen te gaan zwemmen. Maar nee, het komt vooral uit omdat in de zwemland schreeuwt om vernieuwing, om beleving. Wat je ziet in de fitnessbranche, dat gebeurt bij lange na niet bij de zwembaden. En daar wil ik verandering in brengen. Ja, want je zit bij Arie Boomsma, hè? Onze goede bekende... Dus mijn buurman daar. Ja. Precies, dat is je buurman. Is dit nou een beetje de vondelgym van het zwemmen? Moeten we dat zo zien? Nou, ik denk het wel, want wat Arie en zijn partners hebben gedaan bij Vondelgym is echt ook de fitnessschool vernieuwen. Hè? Ja. Full service, verschillende trainingsvormen kun je daar volgen in een premium mooie omgeving en daar wil je gewoon lid van zijn. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje wat ik wil. We hebben allerlei verschillende soorten trainingsvormen. We hebben een topbad. We hebben ook nog eens allerlei snufjes in dat zwembad. Nou, we hebben hele grote schermen in het zwembad met onderwater camera apparatuur waarmee we onze leden ook kunnen gaan opnemen, waar we zwemanalyses kunnen doen, technische analyses. Ga jij dat doen? Want je ziet eruit als een ondernemer, een leuk klokkenjong. Dus... Scherboog, ja, dank je. Nee, maar ben je nou meer een ondernemer of ben je de ex-zwemmer? Beide. Want ik heb deze droom eigenlijk al jaren. Want mensen zeiden altijd, zwemmen is zo saai. En ik heb 20 jaar aan topzwemmen gedaan. Ja. En ik heb het nooit saai gevonden. En waarom? Omdat ik altijd een coach op de kant had die elke dag met uitdagende trainingen kwam. Waardoor ik het elke dag als anders ervaarde en nieuwe motivatie vond. Nou, dat idee had ik altijd in mijn hoofd. Als ik ooit een zwembad tot mijn beschikking krijg, dan want hoe heb je het geregeld? Heb je, want het is in het oude persgebouw, hè, waar Trouw zat, daar in de buurt. Ja, daar zit nu de Student Hotel in. Ja, fantastisch, precies. Ook vernieuwend concept weer. Ja. En zij hadden de droom om een zwembad in hun kelder te gaan bouwen. Waar de drukkerijen volgens mij vroeger stonden, of ja, niet? Ja. En wij vonden elkaar eigenlijk gek genoeg via Arie Boomsma, omdat we daar een project samen deden. En toen ben ik met ze om tafel gaan zitten een jaar geleden. En toen hebben we eerst gezorgd dat er echt een uniek zwembad kwam. En uiteindelijk heb ik een plan gemaakt om dat te gaan exporteren. En zo is de verhouding. Een studenthotel die faciliteert, ik exporteer. Dus al die studenten die komen natuurlijk wel even bij Johan Kenkhuis zwemmen dan, of niet? Ik hoop niet alleen studenten. Nee. Hey, en ga jij zelf nog training geven of zit je achter de kassa? En hoe gaat dat? Ja, nee, maar we kennen je nog niet als ondernemer, Johan. Nee, ik heb daarnaast nog een evenementenbureau, Yellow Lane, ook gespecialiseerd. In sport met name, sportmarketing eigenlijk. Dat blijft gewoon doorbestaan.
gaan. Wij gaan boven het zwembad zitten in een fantastische ruimte. Co-lab heet dat. Maar ik ga 's ochtends vroeg. Ik ben een vroege vogel, dus ik sta altijd om 6 uur op. En in plaats van dat ik zelf ga trainen, ga ik nu eerst mijn eigen members trainen. Hoe hou je jezelf een beetje fit? Je ziet er nog wel uit. Nee, ja, Harry Boomsma tegenwoordig. Ja? Ja. Kun je niet een package deal doen met jullie twee dan? Doen we ook. Zijn we mee bezig. Okay. Ja, we gaan vooral naar elkaars leden toe. Gaan we een package maken, zodat Vondel Gymleden bij mij goed kunnen zwemmen. En andersom natuurlijk ook, tegen aantrekkelijke tarieven. En, wat is een aantrekkelijke tarief, Johan? Kun je daar iets zeggen? Je bent wel met quote jongens ook. Dus ja. wat moet ik aan denken? Bij de Swim Gym kun je terecht vanaf €59 in de maand. Dat is niet veel. Dat is niet veel, maar het loopt op tot ongeveer €110 in de maand. En dan kun je werkelijk alles doen wat je wil. Elke dag, op elk moment. Zo vaak trainen als je wil. En dan krijg je Femke allemaal extra's bij. Krijg Femke erbij? Of? De training van Femke krijg je erbij. Yes, oké. Okay. Hey. Dat is heel exclusief namelijk, hè? Ja. Hey, maar Johan, is het nou zo dat als het duizenden mensen komen... Het zou voor jou fantastisch zijn, want dan ga je een nieuw zwembad openen, ook in Amsterdam. Ja. Want je wil... Dat stond ook in het Perron, een stuk over die bejaarden die dan kletsend zo... Je kent het wel, met zo'n schoolslag en dan weer er langs. Dat kan dan niet, dan sla je in ze. Hoe ga je voorkomen dat dat niet helemaal weer vol loopt? En hoe hou jij dus Op de eerste plaats, ik ben heel erg voor omaatjes en opaatjes die willen trainen. Maar Beppe is bij mij inderdaad geen plaats. Er wordt echt getraind bij mij. En ga je, ik zie jou, maar ga je dan zo... Hé jongens... Geef acht! Dit is much too silly. We gaan nu zwemmen. We zijn er ook voor mensen die echt willen trainen. En we gaan ervoor zorgen, middels een software systeem en een app, dat je de banen altijd rustig houdt. Dus je moet altijd jouw workout boeken van tevoren. We zorgen dat er nooit te veel mensen daardoor in het zwembad zijn, zodat er ook de rust is en zodat je ongestoord kan trainen. En dat zijn juist van die dingen die publieke zwembaden niet hebben. En bij ons wel. Leuk. Ik denk dat ik wil een demonstratie zien. Jij gaat het hier doen, toch? Dat gaan we zo doen. Ik niet. Maar we hebben een slachtoffer gevonden. Dat klopt. We hebben de leukste stagiaire van Nederland gevonden die dat gaat doen. Ook onze enige stagiaire, maar wel ook de leukste stagiaire in het land. Voor mij is ze weggerend. Nee, ze is gaan omkleden. Dus zometeen live vanuit het verwarmde bad in W Hotel. Ja. Maar jij gaat ernaast staan, begrijp ik? Ja, ik ga er heel even coachen, want we gaan een hele kleine HIIT training doen. Dus een high interval intensity interval training. En want dat is ook iets wat wij in het zwembad gaan doen. Dus echt even een knaller van een hele korte workout. Maar als het goed is, liggen ze er helemaal af. Na afloop. Nou, dank je. Leuk. Ga zo kijken. Ik ga er blij mee zijn. Zometeen...